Vorige keer hebben we het gehad over hoe je de eigen unieke kracht van jouw organisatie naar buiten toe kan brengen. Vandaag gaan we hierop verder en we gaan het hebben over archetypes. Want wat zou er gebeuren als je menselijke eigenschappen toedicht in jouw organisatie? Nou, om antwoord te geven op die vragen kun je gebruik maken van archetypen, of oerkarakters. Dat zijn eigenlijk karakters die iedereen kent. Uit verhalen, films, boeken, noem maar op. Bijvoorbeeld, denk aan een held, een wijze man, een onschuldig kind. Eigenlijk van alles. Nou, die kan je ook inzetten voor branding. Want als je bijvoorbeeld als een held gaat communiceren, dan krijg je ook alle eigenschappen mee die bij de held horen. Bijvoorbeeld dat je dapper bent, dat je moedig bent, dat je aanwezig bent. Ja, dat hoort eigenlijk allemaal bij de held. Dus als je als een held gaat communiceren, krijg je veel meer dan alleen maar het stukje held mee, maar ook alles associaties die erbij horen. Er zijn in totaal 12 archetypes. Vandaag behandelen we er 3 en in de volgende vlog hebben we het over 9 archetypes. De archetypes die we vandaag bespreken, die willen allemaal heel graag impact hebben op de wereld. De hero is een man of een vrouw die actie onderneemt. Die vol moed de uitdaging aangaat en wil winnen. Gedrevenheid, discipline, moed, dat zijn typisch karaktereigenschappen die bij een hero passen. Niet voor niets zijn veel sporters echte helden. En ja, Nike is dan natuurlijk ook een typisch hero merk. Just do it, ga ervoor, jij bent een winnaar. Zo is een echte hero. Het tweede archetype dat impact wil hebben op de wereld is de outlaw. De rebel die dingen net even anders doet. Hij doorbreekt bestaande regels, twijfelt aan alles wat we al weten en gaat met revolutionaire nieuwe producten en diensten. Nou, dan denk je misschien aan een western, een bandiet met een stoppelbaardje en een zwarte hoed. Maar het kan heel anders. Denk bijvoorbeeld aan de verzekeringsmaatschappij Ditzo. Nou, in het begin hebben zij reclame gemaakt met alle andere maatschappijen zijn dat zo en wij zijn dit zo. Dan zet je je eigenlijk heel erg af tegen de bestaande orde. En zo kan het ook. De magician is de tovenaar die op magische wijze transformeert. Je weet niet hoe die het doet, maar je krijgt het voor elkaar. Het gaat over oplossingen creëren en dromen waarmaken. Het gaat over persoonlijke kracht. Een heel goed voorbeeld van een magicianmerk is Red Bull. Het geeft je vleugels. Je krijgt ineens zoveel energie om dingen waar te maken. Een beetje magisch dus. Bij archetypen is het belangrijk om te beseffen dat je niet hoeft te zeggen dat je een hero bent of een heldenpakje aan te doen. Kan natuurlijk wel leuk zijn, maar het hoeft niet. Het is vooral belangrijk dat je gaat communiceren alsof je een held bent. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Volgende keer in de vlog gaan we de overige 9 archetypes behandelen. En we hopen je dan weer terug te zien.